Ik ben Sjoerd Kuiper. Ik ben schrijver. Ik schrijf gedichten en ik schrijf theater, maar voornamelijk toch kinderboeken. En de kinderboeken van mij die vertaald zijn in het Russisch, dat zijn Hotel de Grote L en Bizar en heel lang geleden ook het boek Het Zakmes, waar ook een film van is. We zijn hier bij de zee omdat ik ontzettend veel hou van de zee. Ik woon vlak bij de zee, het is 5 kilometer bij mijn huis vandaan. En ik ga als het kan iedere dag wel even kijken. Het is belangrijk in mijn leven, maar ook in mijn boeken. Hotel de Grote L speelt zich bijvoorbeeld helemaal af aan zee, hier in Bergen aan zee. Nou, ik kom dus heel vaak aan het strand, hier aan de zee, om mijn hoofd leeg te maken, zoals dat heet. Maar als een schrijver zijn hoofd leeg heeft gemaakt, dan stroomt het meteen weer vol met allemaal nieuwe dingen. Dus dan kom je weer thuis met een hele berg verhalen. En op een dag zat ik verderop in een klein strandpaviljoen met de regisseuse van een film van mij. En we gingen samen een nieuwe film bedenken. En we hadden helemaal door de duinen hier 5 kilometer naartoe gelopen. En we namen een glas wijn en we keken om ons heen. En toen zagen we dat witte huis daar boven op het duin. En we dachten, dat is een hotel. En we weten nog niet waar onze nieuwe film over zal gaan. Maar het speelt zich in ieder geval, het verhaal speelt zich in ieder geval af in dat prachtige hotel op die duintop. En dat werd Hotel de Grote L. En ik ben die avond thuis gaan zitten nadenken, wat kan er allemaal gebeuren in dat hotel. En toen had ik 's avonds eigenlijk al het plan voor het hele verhaal. En dat ben ik toen gaan opschrijven. En dat is een film geworden en het boek Hotel de Grote L. Hotel de Grote L is het verhaal van Kos, een jongen van 13. Die woont in het hotel met zijn vader en met zijn 3 zussen. Zijn moeder is 3 jaar geleden overleden aan kanker. En zijn vader werkt daardoor in zijn eentje veel en veel en veel te hard in het hotel. En om een beetje rust te vinden, rookt hij ook nog af en toe een sigaretje. Hij drinkt wat bier, dus hij leeft heel ongezond en hij krijgt in het boek dan ook een hartaanval. En dan moet Kos met zijn 3 zusjes zorgen dat het hotel blijft draaien. En dat is natuurlijk heel moeilijk voor kinderen. En daar gaat het eigenlijk over. Over hoe ze dat uitzoeken, want hij vindt het ook erg moeilijk om met zijn 3 zusjes om te gaan. En over die problemen gaat het boek. En het lijkt dus heel erg serieus en heel zwaar en heel verdrietig. Maar het boek is eigenlijk ook om je helemaal kapot te lachen af en toe. Er zit heel veel slapstick en vrolijkheid in. En ja, ik kan wel verklappen, net als bijna al mijn boeken, loopt het behoorlijk goed af. De vader gaat gelukkig niet dood, dan weet je dat ook. En het boek was een enorm succes. Het heeft een zilveren griffel gewonnen. Het is naar 10 landen vertaald en gelukkig ook naar Rusland. Nou, dit strand is dus eigenlijk heel, loopt langs heel Nederland, langs de westkant. En het is fantastisch dat je die zee hebt. Want als je een beetje fantaseert, dan weet je dat als je hier een briefje in zee gooit, dan kan het in Odessa uitkomen. Je weet niet hoe de stromen zijn. Ik hou erg van het eiland Curaçao. Alles wat ik hier in zee gooi, kan een liefdesbrief, kan zomaar op Curaçao aankomen. Dat is het mooie van de zee. Er komt geen einde aan. Het gaat de hele wereld rond. En nou ja, dat besef, die ruimte ook allemaal, dat is zo bijzonder. Dus ik kom hier altijd met mijn vrouw om te wandelen. Ik kom hier heel vaak vroeger met de kinderen toen ze klein waren, nu met de kleinkinderen. Het is gewoon een heel groot feest om al die pracht, al die schoonheid en al die rust die de zee geeft te voelen. En wat ik wel zei, mijn kinderboeken gaan vaak over de zee, maar mijn gedichten nog veel vaker. Ik heb 1 verdrietig gedichtje. Dat zal ik even doen. Dat gaat. Mijn nieuwe bundel heet ook Het Water van de Zee. En dat gaat zo van lief klein zusje, houd je oogjes allebei wijd open. Sluit ze 1 keer, je bent groot. Sluit ze 2 keer, je bent oud. Sluit ze 3 keer, je bent dood. En dan zal geen mens meer weten dat je bent vergeten. Het water van de zee is zout. Maar lief klein zusje, houd je oogjes allebei wijd open. Dat soort dingen komen in je hoofd als je aan de zee staat. En nog veel meer. De zee is gewoon oerenergie. Nou, het mooie is, we hebben niet alleen de zee die ik heb laten zien. We hebben niet alleen de duinen, we hebben een mooi dorp. Maar we hebben wat mij betreft ook de allermooiste boekhandel van Nederland. De Eerste Bergense Boekhandel. En daar liggen al mijn boeken te koop.
En ik heb ook heel veel van mijn boeken hier gepresenteerd. Leuk klein feestje. Kwamen alle mensen uit het dorp kijken hoe het nieuwe boek eruit zag. En dat zijn altijd heel belangrijke momenten voor me. En dat gebeurt dan allemaal hier binnen in de Eerste Bergense boekhandel. En achterin is de speciale kinderboekenafdeling. Dan moet je hier de hoek om en dan zie je, als het goed is, gaan we even kijken of ze inderdaad al mijn boeken hebben. Een hele speciale plek, zie je dat? De Duik, hier Hotel de Grote L. Dit is een vrij nieuw boek, Maantje. En dit is het boek over Robin. Bizar, hier in dit boek, Bizar, staan zoveel dingen die ik echt vanuit mijn hart, vanuit mijn hele verstand echt meen over de wereld, hoe die in elkaar zit. Dat ik denk dat ik dit wel misschien niet, ja, mijn belangrijkste boek vind, denk ik. Bizar. Daar heb ik mijn ziel en zaligheid in gelegd. Ik heb ook nog nooit zo lang over een boek gedaan. Ik denk dat ik hier wel 5 jaar aan geschreven heb. En maar dat kan je ook wel zien. Het is echt een lekker dik boek. Dat is ook bekroond met een zilveren griffel. Dit is eigenlijk het boek wat helemaal het meest op mij lijkt, op de schrijver van het boek. Een schrijver is ook maar een mens. En een mens is altijd een beetje ijdel. Dus als ik in een nieuwe vreemde boekhandel kom, kijk ik toch altijd eventjes of mijn boeken er staan. En dan ga ik tevreden naar buiten als dat zo is. Deze kerk van het dorp Bergen. Bergen is al heel oud, uit 1300 denk ik of zo. Deze kerk is ook al heel oud. Je ziet dat die een beetje kapot is, dat kun je straks goed zien. Dat is in het jaar 1574 gedaan, toen we in oorlog waren met Spanje, heel lang geleden. Maar ze hebben het altijd zo gelaten, omdat eigenlijk deze ruïne misschien wel mooier is dan een weer opgebouwde kerk. Het is ook prachtig. Hier binnen heb ik het boek Bizar gepresenteerd. Het was een groot feest in deze kerk. Werd ik geïnterviewd door de dominee. En ik ben geboren in Amsterdam, maar daar weet ik niets meer van. Toen was ik een klein jongetje van 2 toen we weggingen. En toen ben ik altijd in dorpen gaan wonen. In Noord-Holland, in Zuid-Holland. En toen ik 17 was, ben ik nog even gaan studeren in Amsterdam. Maar ik werd helemaal gek van de drukte. Dus ik ben echt iemand die in een dorp moet wonen. Dat vind ik gezellig en klein en overzichtelijk. En uiteindelijk, na veel omzwervingen, ben ik met mijn vrouw en mijn kinderen hier in Bergen terechtgekomen, 23 jaar geleden. En hier wil ik nooit meer weg. Dit is zo'n mooi dorp. Het heeft alles wat ik wil. Het heeft beschaving. Er wonen veel schilders, er wonen veel dichters. De beroemdste dichters van Nederland hebben hier ook gewoond vroeger. Dus dat hangt nog een beetje in de lucht. Die sfeer van literatuur en van beeldende kunst, van muziek ook. En die is nooit verdwenen, dus die voel je toch als je door de straatjes loopt. En het fijne is ook, ik werk dan in mijn huisje in de tuin tot 4:00 'smiddags. En dan is het heerlijk om het dorp in te lopen. En naar een van, er zijn wel 10 cafés. Dit is het mooie carillon van de kerk. Er zijn wel 10 cafés om deze kerk heen. En het is net hoe de wind waait en welke mensen er zitten. Dat maakt dat je besluit waar je gaat zitten. En dan, ja, in deze cafés hier heb ik verhalen gehoord. Verhalen die ik zo eigenlijk kon gebruiken in een van mijn boeken. In Bizar staan 2 verhalen van John, die ik vaak in het café daar zie. Maar ook in het café daar. Eigenlijk is dit dorp de ideale wereld voor mij. Daarbuiten heb ik niet zoveel meer nodig. En daarom kan ik hier zo goed schrijven en leven en gelukkig zijn en mensen ontvangen. En ja, alles wat het leven een beetje mooi en de moeite waard maakt, kan ik hier vinden. Vooral met de zee erbij en de duinen en de weilanden en de bossen. Het is, als er een paradijsje op aarde is, is het voor mij het dorp Bergen. Dit huisje is het atelier van mijn vrouw Margje. Die werkt hier altijd. Die schildert veel landschappen. Heel mooi.
vind ik. Ze heeft ook veel omslagen gemaakt voor mijn poëziebundels voor volwassenen. En daar ben ik heel trots op dat ik die mag gebruiken voorop. Dus zij werkt hier. Dus als ik naar mijn werk ga, zij is altijd eerder op dan ik, zwaai ik even vrolijk naar haar. En dan loop ik door. Meestal in mijn ochtendjas, 's ochtends, op mijn pantoffels. Met een grote kan koffie in mijn hand en een kopje in de andere. En dan loop ik zo de tuin door. En dan ga ik 's ochtends om 9:00 aan het werk. Welkom in mijn heiligdom. Nou, dit is dus het huisje in mijn tuin, waarin ik iedere dag zit te schrijven. Met de laptop en met heel veel schilderijen die bijna allemaal gemaakt zijn door vrienden en door Margje, mijn vrouw. Dus ik heb echt een omgeving waarin ik me helemaal veilig voel met al mijn vrienden om me heen. En hier schrijf ik en dat doe ik al 20 jaar sinds ik hier woon. Ik heb dit huisje zelf laten bouwen. Dus het is precies zoals ik wil en dat is heel goed als je werkt. Maar ik ben natuurlijk gewoon begonnen op het zolderkamertje toen ik nog een jongetje was van mijn ouders. Mijn eerste gedichtje schreef ik toen ik 13 was. En die gingen allemaal over de liefde en over de problemen in de wereld, over de politiek, over het milieu. Allemaal dingen die kinderen nu ook nog heel erg bezighouden. Daar ging het over. En ik heb toen heel lang mijn gedichten geheim gehouden. Want ik dacht dat gedichten schrijven echt iets voor meisjes was. Dat dat een beetje aanstellerig was voor jongens. Maar toen ik 16 was, heb ik een keer aan mijn vriendenkring verteld van ik schrijf eigenlijk gedichten. En toen zei al die vrienden van 16, al die stoere jongens met wie ik altijd voetbalde, ja, wij schrijven ook gedichten. En toen werd het een prachtige tijd, want toen durfden we elkaar onze gedichten te laten lezen. Toen hebben we een drukmachientje gekocht. Zijn we boekjes gaan maken van onze gedichten. Die zijn we in de cafés 's avonds gaan verkopen. En zo heel langzaam kregen we het idee dat we wel dichtertjes waren eigenlijk. Mijn vrienden zijn er later mee opgehouden, maar ik ben er eigenlijk altijd mee doorgegaan. Toen ik 17 was, woonde ik in een dorp. En toen ging ik naar Amsterdam om filosofie te studeren. Dat heb ik 2 jaar volgehouden, want ik vond de grote stad niet leuk. Ik ben een dorpsjongen en ik vond de studie filosofie eigenlijk iets saaier dan ik dacht. Nou, en toen dacht ik dus, ik ben schrijver. Ik schrijf gedichten, ik schrijf kinderboeken. Dat is allemaal perfect en daar ga ik nu van leven. Maar dat kon dus niet, want er waren niet heel veel mensen die gedichten kochten. En mijn kinderboeken hebben later wel goed verkocht, maar toen nog niet zo erg. Dus ik verdiende heel weinig. En toen kreeg ik allemaal aanbiedingen door die boeken van me om bijvoorbeeld ook eens een theaterstuk te schrijven. Of een poppentheaterstuk. Ik was gek op poppentheater, dat ben ik nog. En ook om voor televisie te schrijven. En dat was heel prettig, want daar verdien je echt geld mee. En zelfs om voor film te schrijven. Ik had een boekje geschreven, Het Zakmes. En er was een producer en die vond dat een heel geschikt boek voor een film. En dat ben ik toen gaan bewerken, want ik denk, mijn boek mag wel verfilmd, maar ik wil wel zelf de baas blijven. Dus ik wil het hele script, het scenario ook zelf schrijven. En dat heb ik gedaan. En dat werd dus de film Het Zakmes. Die is ook in Rusland vertoond trouwens. En het boek is in Rusland verschenen. En dat was een enorm succes. Dat heeft toen ooit, dat zal ik je laten zien. In Amerika heeft dat toen een hele beroemde televisieprijs gewonnen. De Emmy Award. En dat was ik ben erheen geweest naar New York. Ik heb hem in mijn smoking in ontvangst genomen. Het was een prachtig moment. Maar er was zo'n beeld en lomp zwaar. Daar kon je echt in één klap, 20 kleine vijanden mee doodslaan. En dat zag er zo uit, want ik heb hem dus niet thuis, het beeld. Maar het beeld zag er zo uit. Dat was de Emmy Award. En daarmee is eigenlijk mijn bekendheid als kinderboekenschrijver en als filmschrijver begonnen. Dit zijn dus de boeken die ik allemaal geschreven heb. De boeken en op dvd ook de films. En dit is mijn oeuvre, zoals het heet. En een jaar of 8 geleden heb ik de Theo Thijssenprijs gewonnen. Dat is deze. Die heb ik hier. Die is ook heel zwaar. Die is van brons. Die is niet hol. Theo Thijssen was een beroemde Nederlandse schrijver en schoolmeester.
En die krijgt eens in de 3 jaar krijgt een Nederlandse schrijver die, omdat ze zijn oeuvre zeer bewonderen. En het leuke is, kijk, er zijn nog meer prijzen. Ik zal er eentje pakken hier. Dat zijn de griffels. Dat zijn prijzen die ieder jaar in Nederland worden uitgereikt. Je kan een zilveren griffel winnen, dat is de tweede prijs. En je kan een gouden griffel winnen. Ik kan zonder bril niet goed zien welke dit is, maar zeg maar dat het de gouden griffel is. En die gouden griffel heb ik een keer voor het beste kinderboek van het jaar. Heb ik ooit gewonnen voor het boek Robin en God. En ik heb 7 boeken geschreven over het jongetje Robin. En dat was ik eigenlijk zelf, toen ik een klein jongetje was van 4 in het dorp waarin ik woonde. En die boeken, 4 van die 7 boeken hebben zo'n griffel gewonnen. En dat talent van mij, dat komt denk ik van mijn vader. Mijn lieve vader, let op. Mijn vader. Kees. Die zal ik er even bij halen, zal hij leuk vinden. Die is al 14 jaar dood. Maar mijn vader schreef ook gedichten. En die vond ik heel erg mooi als jongen. Het was ook een hele ontdekking hoor. Want toen ik 16 was, ontdekte ik dus opeens in de boekenkast een bundeltje met gedichten van hem. Ik wist helemaal niet dat hij schreef. En het was een enorme stimulans voor mij om ook te zeggen dat ik schreef. Ik denk als mijn vader gedichten schrijft, durf ik het ook wel te zeggen. Dus hij is heel belangrijk voor me geweest. Hij was leraar Nederlands en heeft me heel veel boeken laten lezen. Nederlandse literatuur, buitenlandse literatuur. Dat stond allemaal in de kast, mocht ik allemaal pakken. Dit is een jeugdfoto van mijn opa. Die was matroos op de Grote Vaart, zoals dat heette. En daar kon hij prachtig over vertellen. Ik had echt geluk. Ik had een vertelopa en ook een vertelvader. En dit is mijn opa, als je het goed bekijkt, zoals hij eruit zag later, toen hij mijn opa was. In Robin en God, dus in dat verhaal zag hij er zo uit. Het gekke is, ik had een broer en een zus. Ik heb een broer en ik had een zus, moet ik zeggen. En mijn zusje is dus poppenspelster geworden. Ze was, ze werd in Nederland de koningin van het handpoppenspel genoemd. Ik heb hier ook 5 van haar poppen staan. Ze is overleden, het is heel droevig, maar het is niet anders. En mijn broer is ook kinderboekenschrijver geworden. Dus er zat iets in mijn ouders, wat samengekomen is, waardoor wij alle 3 kunst zijn gaan maken voor kinderen. Want het poppentheater van mijn zusje was ook voor kinderen. En dat komt waarschijnlijk omdat mijn ouders alle 2 onderwijzer waren, onderwijzer en juf. Maar dan nog is het heel bijzonder dat uit zo'n combinatie van 2 mensen 3 kinderen komen en niet meer. En dat die alle 3 kunst zijn gaan maken voor kinderen. Ik zie het nog steeds als een soort wonder. Een wonder waar ik heel blij mee ben. Nou, dit is dus het huisje waarin ik van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags lekker zit te schrijven. Maar dan is mijn hoofd ook echt op, gaar en leeg. En dan moet ik even wat nieuws meemaken, even de frisse lucht in. En in het algemeen ga ik dan naar het dorp. Dat heb ik laten zien, het café waar ik graag zit. Maar corona, corona, corona. Het is niet anders. Er zit niemand meer. Ik kan er zelf ook niet zitten. Dus doe ik het. En daar ben ik ook heel gelukkig mee. Met mijn tuin. En daar heb ik dus nu ook absoluut even zin in. Om even wat frisse lucht te scheppen. En praten we daar wel verder. Het hele mooie is van die vertalingen, dat vind ik een van de grote feesten in mijn leven. Doordat mijn boeken over de hele wereld zijn gegaan, heb ik ook heel veel gereisd. Ik ben al 2 keer in Rusland geweest, 2 keer in Sint-Petersburg. 1 keer voor de vertaling van het zakmes, om die te presenteren. Maar ik ben in Dubai geweest, ik ben in Odessa geweest, ik ben in Canada, de Verenigde Staten. En waar ik heel vaak kom, is Curaçao. Dit beeld is van Curaçao, gemaakt door Nelson Carrillo, een Afrikaanse vogeldans. En het mooie is, je zit altijd in dit huisje en dan kom je met hele andere culturen in aanraking. En die leer je ook goed kennen, omdat je bij mensen, je ontmoet mensen. Kinderen in de zaal waar je wat moet vertellen. En dat is echt, om met mijn boek te spreken, bizar. Zoals mensen soms in het buitenland reageren op mijn boeken. Het mooiste voorbeeld was die eerste keer in Sint-Petersburg, werd het zakmes vertoond, prachtig. Nederlands gesproken, Engelse ondertiteling dwars door het beeld. En een hele zware Russische mannenstem die dan precies alles nazei wat,
wat de kinderen moesten begrijpen van de film. Dat was zo'n mooie voorstelling. En als je dan dus over cultuurverschillen praat, het meest geestige vonden de kinderen in Rusland het moment dat Mees zijn vader zoekt, de deur van de wc opentrekt en daar zit zijn vader dus op de wc, broek op zijn enkels, te poepen met de krant in zijn hand. Nou, ik geloof dat ze anderhalf uur, en de film is iets korter, maar anderhalf uur gelachen hebben om dat beeld, terwijl ik dat eigenlijk een vrij normaal beeld vind. Zo zitten wij hier op de wc, zo lezen wij hier de krant en zo communiceren wij ook vaak met onze kinderen. Dus die cultuurverschillen zijn heel groot en die heb ik later ook in Italië meegemaakt met Hotel de Grote L. Dat is daar vertaald en dat was daar, niet opscheppen, maar het was daar heel populair. Het heeft op twee prijzen, één voor een grote prijs genomineerd, een andere prijs van de kinderboekhandel gewonnen. En ik heb er heel veel met studenten gepraat, van een jaar of 13, 14. En die waren allemaal verbijsterd over het feit hoe openlijk ouders hier met kinderen over dingen praten die in Italië nooit ter sprake komen. Hoe de vader ontzettend ligt te lachen in het ziekenhuisbed met zijn zoon die daarnaast in het bed ligt. Over seks, over meisjes, over grote dan wel kleine piemels. Dat zijn dingen die in Italië niet ter sprake kwamen, maar die ze daarom zo belangrijk vonden, omdat ze zagen dat er een openheid in mijn boeken is, die ze in Italiaanse boeken niet kunnen vinden. En dus de taboes die daar nog zijn, worden op een vreemde manier een beetje doorbroken door boeken uit Nederland. En ja, daar staat de Nederlandse literatuur nu eenmaal bekend om. Maar wij vinden het heel gewoon. Het gekke is dat iedereen in het buitenland altijd vraagt, waarom doen jullie dat soort dingen? Terwijl wij dan terugvragen, waarom doen jullie dat soort dingen niet? Want ze maken 100% deel uit van een normaal kinderleven. In Italië vroegen ze ook, waarom staan er zulke, lelijke woorden, zal ik maar zeggen, in je boeken? Ik zeg, je weet, wij fietsen veel in Nederland. En als ik wel eens achter drie meisjes van 13 fiets, dan klapperen mijn oren van de taal die zij gebruiken. Daar zijn woorden bij die ik in mijn boeken niet durf op te schrijven. Dus als je echt schrijft over kinderen van die leeftijd, dan moet je ook een beetje vanuit hun wereld, hun echte wereld, hun echte taal, moet je schrijven. En dat schijnt dus eigenlijk alleen in Nederland, en dan moet ik er eerlijk bij zeggen, voornamelijk door mij gedaan te worden. Maar dat is gewoon mijn streven naar 100% eerlijkheid in mijn boeken. De avonturen zijn verzonnen, maar de kinderen zijn echt, echt kinderen zoals ze bestaan in het echte leven. En die praten zo. En die denken zo. En die praten zo met hun ouders. En die doen de dingen die in mijn boeken voorkomen. Dus ik vind dat ik geen enkel taboe doorbreek. Maar mijn boek hoeft de grens maar over te gaan. En je hoort het allemaal wel. En dan ben ik eigenlijk heel trots en blij en tevreden. Want die kinderen daar, die smullen ervan. Die hebben zoiets nog nooit gelezen. En die krijgen hun eigen wereld via een grote omweg weer te lezen. Ja, en dat is het hoogste goed wat je hebt. Nou, dit is het einde van een hele mooie dag. Ik zou op dit moment eigenlijk, waren het niet dat die corona er was, in Moskou zijn geweest. Om met dit boek op een festival heel veel leuke dingen mee te maken. Maar het belangrijkste van mij zijn toch mijn boeken. En die zijn er wel. En dus ze zijn er. En er komen er nog meer. Deze is er. Bizar komt nog. De twee Robin boeken komen nog. Dus het belangrijkste van mij is van nu af aan altijd in Rusland. En daar wil ik even dankjewel voor zeggen. Choice you've made.